Hey, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Chesto, vandaag speel ik met de Ultimate Class Setup die je misschien wel kan gebruiken zoals kleine maps, zoals ik vaak niet op speel de map Combine. Ik speel met de Weevil, met erop een Long Barrel, Extended Mag natuurlijk en de Grip Attachments. Waar de Long Barrel voor zorgt dat ik een langere afstand kan schieten, waar de Grip Attachments voor zorgt natuurlijk dat mijn recoil wat minder wordt of wat stabieler blijft. En de Extended Mag zorgt natuurlijk voor dat ik meer kogels kan knallen. En ik kan op dit moment, jongens, 70 kogels knallen. Dat is natuurlijk superveel. Het is eigenlijk gewoon een soort van lijn machine gun, want de dingo heeft er 80. Als ik het goed heb, moet ik hier niet doodgaan door een lijn machine gun. Ik speel ook met Awan, dus ik moet de enemies horen kunnen lopen. Ja, ik hoorde hem. Oh, holy shit. Zit er nog één. Ik kom er sowieso achteraan, ja. Ik ben weg hier. Doei. Je reload altijd al als ik fucking weinig heb geschoten. Dat is gewoon een automatische tik voor mij. Omdat natuurlijk niet elk wapen automatische 70 kogels heeft. Dude, en hoe wist je dat ik daar was? Dude, what the fuck? Nou, jou zag ik daar lopen. En het zijn niet weer zulke campers, hè, alsjeblieft. Maar deze klas kan je dus heel goed gebruiken op kleine maps zoals Nuketown, Skyjacked, Combine. Alhoewel Combine ook nog wel een long range map kan zijn, zoals je daar ziet. Kijk, dat is zo'n klootzak die dus daar alleen maar met zijn Silence Manowar staat te campen. Dat soort mensen wil je dus niet tegen hebben. Team, het had een nice job. Oh, dat wapentje is zo overpowered, hè. Ik weet even niet de naam ervan. De MR6. Dat was hem. Maar ik speel dus niet met de Dead Silence. Dus ze kunnen me als het goed is, als ik boost hem gewoon op de minimap zien. Dus dat is het enige nadeel ervan. Maar je hoort wel de enemies lopen. Maar ja, nu moet ik natuurlijk ook commentaten. Dus dan hoor je dat minder goed. Dat is het enige probleem. Ah, shit. Ik mijn sidejes kan gewoon even mooi in. Toen het dubbel spierwekkend was. Natuurlijk, ik heb niet zo heel veel kot geüpload. Omdat ik eventjes heel lang ook echt heel weinig heb gespeeld. Ik heb ook heel weinig gebruik gemaakt van het dubbel XP weekend. Niks voor mij, echt niet. Ik ben wel level 418 hoor, zo niet, maar... Komt erin. Daar zit daar gewoon! Wauw, wat ben jij een mogol, jongen, echt waar. Wat ben jij een mogol. In mijn rug. Hoe wist ik het, jongen? Huppakee. Zo pak je het natuurlijk op. Je hebt 70 kogels, zo kan zijn natuurlijk om lekker te sprayen, maar dan moet je natuurlijk wel raak sprayen. Kijk, maar dat soort mensen heb je dus ook, die kunnen dan niet raak schieten. Oh, teammates, je hebt me daar heel hard gesaved. Thanks met je knife. Friendly UAV inbound. Ja, teammate. Ah, ik ging dood door een granaat. Huh, maar ik heb flag jacket aanstaan, wat is dit? Nou, oké. Okay. Het zal wel. Het zal wel aan mij liggen. Ik was misschien een klein beetje ge... Dit is een MR6. Dude! Fuck my life. Ik ga ook een keer met die MR6 spelen, serieus. Nou, maar zou je natuurlijk al weten. Oké, okay, nu ben ik fucked. Hij zit hier. Wauw, jij bent echt zielig pleurslaaien, jongen. Ik vlog natuurlijk nou iets meer. Ik probeer natuurlijk elke dag vanaf maandag om 7 uur ook nog een game video online te hebben staan voor jullie. Ik hoop natuurlijk dat het mij lukt. Zou mooi zijn. Team met hoor bij je retard. Loopt één onder met team met achter ons. Hey man, ik heb geen ghost. Dat is zo kut, hè. Ik ben gewend om met ghost te spelen. Oh my god, get wrecked, jongen! Spanners hier. Ik heb UAV. Ik hoorde hem aankomen lopen. Ik heb nu ook counter. Kijken of we snel mee heen kunnen halen. Dat zou wel mooi zijn. Oh, yo. Thanks, Flag Jacket.
meter ben ik dood, shit. Jammer dit. Je kan natuurlijk variatie inbrengen als je geen grip nodig hebt. Ik heb tenminste wel grip nodig, want ik heb 70 kogels. Dus je magazijn of je wapen kan er aardig van de lucht in schieten. Dan kan je bijvoorbeeld rapid fire gebruiken ofzo, waardoor je ze nog sneller neerhaalt. Dat kan natuurlijk, je kan gewoon zelf deze klas variëren. En ja, die gozer, ik weet niet hoe die snel niet meer kan killen met een silencer erop. Dat is echt onmogelijk gewoon, want hij klaart me op close range. Maar... thanks teammate. Dat is weer een counter. Dat is de enige gozer die er wat kan halen in dat team, hè? Die crowned owl. Ze komen sowieso hier. Kan niet anders. Die crowned owl speelt ook trouwens met een... Revo. Zit hierheen. Wegrennen helpt niet. Lekker teammate. Woep woep. Wat is zijn klas? Hij heeft een grip en een suppressor erop staan. Oh dude, dat is... Nevermind. Het is niet heel chill in ieder geval. Mijn ijzerkoor is 29 om 11. Deze klas is een beetje gewoon om je te laten zien dat het redelijk kan chill kan zijn als je gewoon... de juiste enemies tegen je. Deze waren een beetje afwachtend, dus kwamen niet op je af als ze op je afkomen rennen. Dan werkt deze klas best wel chill. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet je blauw duimpje niet omhoog achter te laten. Abonneer voor meer. En tot morgen om 3 uur bij een nieuwe video, jongens. Doei!